We hebben hier vanochtend Huis van de Wijk Kleinduin geopend. Er is een grote opkomst van buurtbewoners, partners, vrijwilligers. De wethouder is er. Het is superleuk en we zijn heel erg blij dat we hier nu zijn gaan wonen. Jullie woonden eerst in de Hoornes, bij de Schelp. Dat pand is inmiddels gesloopt. Is dit een goede vervanging voor dat pand in de Hoornes? Het is zeker een goede vervanging. Het is wel een tijdelijke vervanging. We zullen hier enkele jaren gehuisvest zijn. En de bedoeling is dat we op termijn teruggaan naar de Hoornes. In de Hoornes hebben we ook een grote opdracht. Dus we willen daar ook graag zijn. Daar hebben we nu ook alternatieven voor bedacht, om op andere plekken vaker nog aanwezig te zijn. Maar we gaan hier in Huis van de Wijk Kleinduin gaan we ook activiteiten ontplooien waar de bewoners van Kleinduin gebruik van kunnen maken. Dus ik zou ook kunnen zeggen dat het een win-win situatie is. Ik ben zelf ook opgegroeid in de Hoornes. Ik heb gewoond op de Hoornerslaan een aantal jaar. En als kind keek ik altijd wel uit op de Schelp. En dat was ook wel een bijzondere plek. Omdat er natuurlijk ontzettend veel gebeurde. Als het ging om bewegen, als het ging om koken. Als het ging over jongeren die daar op bezoek konden. Een plek voor ouderen. In ieder geval dat er een plek was om elkaar te ontmoeten in de wijk. En dat vinden we ontzettend belangrijk en daarom ben ik ook ontzettend blij dat we hier nu in Kleinduin ook een huis van de wijk krijgen. En nu ook vandaag natuurlijk hebben. En ik hoop dat u daar ook weer ontzettend veel gebruik van gaat maken. Want het is gewoon belangrijk dat we in deze tijd elkaar blijven ontmoeten, dat we elkaar blijven zien. We zijn allemaal natuurlijk verschillend, maar juist op dit soort plekken kunnen we elkaar spreken. En dat is heel erg belangrijk, vinden wij ook als gemeente. Het is natuurlijk jammer dat de Schelp weg moest. En dat eigenlijk er een tijdelijk onderkomen moet zijn. Maar dat heeft ook wel een goed doel. Omdat we gewoon meer woningen in de Hoornes willen gaan bouwen. Zodat ook onze jongeren en ook onze ouderen in de gemeente Katwijk kunnen gaan blijven wonen. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Maar tegelijkertijd wil ik ook aangeven. Katwijk Noord verdient een goed gebouw. Een goed onderkomen voor haar inwoners. Om elkaar te blijven ontmoeten. En daar zetten we ons als gemeente ook voor in. Dat is niet morgen gerealiseerd. Maar daar zijn we wel keihard mee bezig. Om dat te gaan realiseren, want de wijk verdient gewoon een goed wijkgebouw. Is het ook de bedoeling dat de combinatie tussen de bewoners van de Hoornes en de bewoners van de Kleinduin hier versterkt gaat worden? Er was al een band tussen Kleinduin en de Hoornes. Want ook in de Schelp hadden we vrijwilligers uit Kleinduin. En waren er bewoners die daar deel kwamen nemen aan de activiteiten. En ja, zojuist vroeg de wethouder wie komt er uit de Hoornes en wie komt er uit Kleinduin. En bij beide vragen gingen er eigenlijk een hoop handen omhoog. Dus dat toont eigenlijk al aan dat bewoners uit beide wijken deze locatie weten te vinden. Jullie zijn ontzettend trots, denk ik. Ja, we zijn super trots. We hebben heel veel werk moeten verrichten. Er zijn heel veel mensen die ons daarbij geholpen hebben. En ja, nu het eindelijk officieel geopend is. Ja, dat geeft wel een gevoel van trots, ja. Echt ontzettend mooi. Als je ziet hoeveel mensen hier binnen zijn en ook mensen met hele verschillende achtergronden die dan hier samenkomen. Juist als je het hebt over ontmoeten in de wijk, dan willen we dat natuurlijk graag. Ook als het gaat over de leefbaarheid. Uiteindelijk moeten mensen elkaar ook in de ogen kunnen aankijken. Ja, en daar is deze plek is daar ontzettend geschikt voor. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Het is natuurlijk tijdelijk, hè, ook omdat we juist veel meer woningen gaan bouwen bij Hoornes Noordoost. Daarvoor moest daar de Schelp verdwijnen. En daarom hebben we nu een goed tijdelijk ander onderkomen. Hoe verloopt die zoektocht naar nieuwe huisvestingen in de Hoornes voor het welzijnskwartier? Nou ja, we zijn druk bezig met de MFA Hoornes. Dat is eigenlijk een beetje een moeilijk woord voor de multifunctionele accommodatie in de Hoornes. Daar heeft de gemeenteraad eerder van gezegd dat willen we. En als college hebben we ook uitgesproken. Er moet gewoon een wijkgebouw komen in Katwijk Noord. Daar committeren we ons ook aan. Alleen dat hangt ook samen met het cultuurbedrijf. Hoe dat dan precies samen gaat vallen, die puzzel. Maar het is wel voor mij een van de belangrijkste prioriteiten. U zegt de belangrijkste prioriteit. Het gevaar is natuurlijk dat de cohesie en de binding van zo'n welzijnskwartier in zo'n wijk gaat afnemen. Hoe langer je er niet gevestigd bent. Kunt u misschien zeggen, binnen zoveel jaar of zoveel tijd, kunt u daar meer duidelijkheid over geven? Nou, dat is zeer ingewikkeld. Het gaat er ook om welke locatie je exact voor wilt gaan kiezen. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden in de Hoornes. Dat hebben we nu wel beter in beeld. Alleen we moeten eerst kijken wat er gaat gebeuren met het Emmaplein en de Burgt. Hè. Ook omdat de bibliotheek daar natuurlijk een functie heeft. Hè. Als je kijkt van hoe groot moet de bibliotheek daar dan worden, hoeveel activiteiten zijn er dan. Ja, dan moet je wel weten wat er in de rest van de gemeente gebeurt. Dus dat hangt met elkaar samen. En daar hopen we snel duidelijkheid over te bieden. En we hebben natuurlijk het welzijnskwartier die ook andere activiteiten onderneemt. Ook in locaties in Katwijk Noord. Dus het is niet zo dat het gelijk volledig verdwijnt. Nee. En we hebben juist ook gezocht naar een locatie dicht in de buurt. Dus in Kleinduin.
voor de schelp. Dus even de brug over? Even de brug over.